Ja, en dan nu 50 minuten cursief. Een herhaling van de hoogtepunten uit dit satirische programma. Dat u in het afgelopen seizoen in de Van Spijkshow kon zien. De Van Spijkshow komt terug, cursief ook. Maar voordat het zover is, kunt u nu alvast 50 minuten genieten van de beste stukken uit cursief. Kijk, daar komt het boomtje weer. Dan dat dakje elke keer. Bij het luikje denk je, oh, dat's K-R-O. Beetje kerk en beetje altaar, beetje kerstmis heel het jaar. Nou, wie dat is, raad je zo, K-R-O. En nog een keer als het mag. Boompje, huisje, vleugje, bak. Beetje credo en hojo. K en ho. Dames en heren, goedenavond. Tros Actua TV, eerste jaargang, 13e aflevering. Voordat we beginnen wil ik eerst even enkele van mijn medewerkers aan u voorstellen. Dit hier is Simone, mijn secretaresse en medewerkster. Ze heeft net een gesprek aangevraagd met Brezhnev. Dat lukt waarschijnlijk nooit, maar intussen zit ze mooi de hele avond met de telefoon in de oor. Zodat u kunt zien dat het hier maar een drukke boel is. Hè? Dan hebben we hier Gerard, mijn keiharde newsgetter en medewerker. Hij zit als een idioot te tikken, gewoon omdat journalisten moeten tikken, ook al zit er geen papier in de machine. Maar het bewijst weer is dat wij hier niet uit onze neus zitten te vreten. Hè? Daarnaast Frans, mijn star-reporter en medewerker. Slooft zich ontzettend uit met telexberichten van United Press. Het heeft geen enkele zin omdat we het zo meteen voornamelijk zullen hebben over de vraag: gaat de elf steden toch door, ja of nee? De jongen die nu in beeld komt is Aad, mijn leerling en medewerker. Hij is speciaal om opvallend door het beeld te lopen en om het nagekomen nieuws op mijn bureau te leggen dat ik hem vlak voor de uitzending zelf gegeven heb. Zoals dit bijvoorbeeld. Jaap Eden doet dit jaar niet mee. Alweer een leuke primeur voor Tros Actua TV, eerste jaargang, 13e aflevering. Het is hier een heksenketel. Verder nog Herman, mijn buitenlandse reporter en correspondent en medewerker. Hij is op ditzelfde moment aanwezig in Jakarta. Hallo Herman, ben je daar? Hallo Wibo, ben ik in de uitzending? Jazeker, en hij zal vanaf het Merdeka-plein de kansen bespreken op een elfstedentocht in Indonesië. U ziet, we houden de vinger op de pols van het wereldgebeuren. Tot slot dan ikzelf, de baas en niemands medewerker. Zoals u ziet hou ik de vinger op de pols van mezelf, want ik ben het wereldgebeuren. Amerika maakt zich op om volgend jaar het tweede eeuwfeest van de onafhankelijkheid te vieren. Wat zal er zoal aan feestelijkheden geboden worden? Laten we eens een paar activiteiten opsommen en... Hoewel de oudstrijders dat liever niet zouden zien gebeuren. Aan de westkust daarentegen, waar een veel kleiner Disneyland is gelegen. Kan ik weer? Hallo? Kan ik? Heel Amerika maakt zich op om volgend jaar het tweede eeuwfeest van de onafhankelijkheid te vieren. Wat zal er zoal aan feestelijkheden... Dames en heren, wij maken onze excuses voor deze kleine technische onvolmaaktheid, waardoor de ondertitels zijn uitgevallen. Hoewel de oudstrijders dat liever niet zouden zien gebeuren. Aan de westkust daarentegen... Goedenavond.
Goedenavond, luisteraars. Heel Amerika maakt zich op om volgend jaar het tweede eeuwfeest van de onafhankelijkheid. Wat zal er zoal aan feestelijkheden geboden worden? Wij zijn blij, dames en heren, dat we de storing weer hebben kunnen oplossen. En we beginnen opnieuw met deze aflevering van Gunsmoke. Ik maak u mijn excuses voor de pauze die wij even moesten inlassen. Maar wij starten de film nu opnieuw. Heel Amerika maakt zich op om volgend jaar het tweede eeuwfeest van de onafhankelijkheid te vieren. Hier is een bericht uit Washington. De vraag naar weeskinderen is in de Verenigde Staten zo groot dat de Amerikanen hebben besloten opnieuw militairen naar Zuid-Vietnam te zenden. Een mens wil op de vrijdagavond wel eens lekker zitten en een wens doen. Maar vanavond dacht ik, Mies, waarom zou jij jezelf ook niet eens lekker verwennen? Nou, lieve mensen, lieve mensen, dat heb ik dus maar eens gedaan. En kijkt u nou maar eens wie ik voor mezelf en ook een heel klein beetje voor u heb meegebracht. Ja, hij is het heus, Mr. Kojak. Hello, Mr. Kojak. I am very, very happy to have you in my show. You look exactly in life as in your wonderful TV series. You are big and handsome and strong and able and... Very willing, baby. Yes. Tell me, Mr. Kojak, what do you think about me? Quite a lot. Thank you. You're welcome, baby. En dan nu nog, de grote verrassing natuurlijk, dames en heren. Mr. Kojak, will you please announce yourself your... Big surprise. Oh, sure, I will do it, yes. Oh, you're wonderful, Mr. Kojak. You're welcome, baby. And this is a song. I sing it myself. All on my own. This song, all alone. I, no one else. I sing it. This song, this one and only wonderful song for myself. Ja, dat krijg je dan, hè. Zijn de Tros en de Avro eindelijk de grootste omroepen? En dan klaagt iedereen dat de tv-programma's ineens zo slecht zijn. Vanavond praten we in onze serie Heel de Mens met een man die zichzelf als verslaafde beschouwt, hoewel hij al 7 maanden niets meer heeft aangeraakt. Klopt dat, Karel? Ja, dat klopt, meneer Langebent. Ik sta nou 7 maanden droog, maar ik weet voor mijn eigen dat er niet dat hoeft te gebeuren of ik ga er weer voor de bijl. Ik moet steeds tegen mezelf vechten, mijn eigen toeschreven. Karel, wees sterk, doet het niet. Hoe kwam het nou dat je 7 maanden geleden opeens de kracht vond om ermee te stoppen en bewust koos voor een ander leven? Ja, dat is eigenlijk gekomen door de FA. De FA? De Flipperaars Anonymous. Dames en heren, Karel leidt aan een heel bijzondere vorm van verslaving. Vertel eens wat van Karel. Nou, ik deed dus eigenlijk de hele dag niks meer, hè. De hele dag flipperen. Het zat in mijn bloed, hè.